In 2017 wilde hij al meedoen aan Expeditie Robinson. Ik ben Jan Brandinkreef en ik wil graag meedoen aan Expeditie Robinson. En daarvoor moest je een filmpje opnemen waarbij je op een paal stond. Maar nu is het hem gelukt. Melkveehouder Jan Brandinkreef is een van de deelnemers van Expeditie Robinson 2018. Een geweldige ervaring. Vergeet je van je leven nooit weer. En altijd al fan geweest van het programma en nu zit je er al middenin. Je zit midden in het eilandleven, je moet voedsel zoeken, je moet een onderkomen bouwen. En samen met je groep moet je overleven en moet je strijd leveren met de andere groepen. En daar zit je middenin, fantastisch. Op het eiland zit de melkveehouder uit Holten in kamp Onbekenden. En moet het opnemen tegen BN'ers zoals Johnny Krijkamp, Jody Bernal, Corrie Konings en Famke Louise. Ik heb mezelf voorgenomen toen ik naar de expeditie ging, ik wil gewoon zo dicht mogelijk bij mezelf blijven. Ik wil overkomen als de nuchtere koeienboer uit het oosten. Maar door zijn deelname aan het programma laat hij zijn vrouw alleen achter met het melkveebedrijf. Hij had zijn expeditie op de Filipijnen, maar ik had mijn expeditie thuis. Ik zei wel eens als ik maar niet de boel naar de Filistijnen laat gaan. En dan hoop je dat alles vlekkeloos verloopt. Maar ik stond nog op Schiphol met Jan zijn mobieltje en met mijn mobieltje. En ik had al alarm van een robot. En vanzelfsprekend krijg je op zo'n moment ook koeien met kolie, zijn op zondag plotseling de brokken op. Maar de conclusie aan het eind van het verhaal... Eigenlijk is het allemaal goed gekomen. Terug naar de expeditie van boer Jan. Want van 24 uur per dag werken op de boerderij, zit hij nu 24 uur per dag op het eiland. Om daar te overleven scheelt het als je in goede conditie bent en doorzettingsvermogen hebt. Je kunt niet even eruit stappen van, goh joh, ga even wat anders doen. Hè? Of ik ga even televisie kijken, trek een zak chips over, een biertje erbij. Nee, het is gewoon Robinson, daar ben je mee bezig. En dat heeft toch wel ook weer parallellen met het boer zijn. Dus ja, dat heeft wel zo zijn voordelen. Morgenavond begint op RTL 5 het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. En of Jan het hele seizoen in het programma zit... Ben ik de winnaar? Wie weet,